Welkom bij deze video over warmte. In deze video ga ik het allereerst hebben over het verschil tussen temperatuur en warmte. Daarna ga ik het hebben over drie vormen van warmtetransport: geleiding, stroming en straling. En ik eindig deze video met een uitleg over de warmtegeleidingscoëfficiënt en ik licht dit toe aan de hand van een voorbeeldsom. Allereerst, temperatuur en warmte zijn niet hetzelfde. Ze worden vaak door elkaar gehaald, maar natuurkundig gezien mag dat eigenlijk niet. Ze hebben wel iets met elkaar te maken. Temperatuur van een stof is een maat voor de gemiddelde kinetische energie van moleculen. En de eenheid van temperatuur is graden Celsius of Kelvin. Nou, het klinkt misschien ingewikkeld, maar in feite betekent dat hoe sneller moleculen bewegen of trillen, hoe hoger de temperatuur is van een stof. Warmte is de hoeveelheid energie die zich verplaatst van voorwerpen met een hoge temperatuur naar voorwerpen met een lage temperatuur. Nou, ik zei het al, hè, warmte is een hoeveelheid energie. En de eenheid van energie is altijd joule. Dus de eenheid van warmte is ook joule. Je ziet in het plaatje hoe dit gaat. Je hebt een gebied met een hoge temperatuur en je ziet dat de warmte wegstroomt naar een plek met een lage temperatuur. Voorbeeld, als je thuis de kachel aanzet, dan stijgt de temperatuur. Dat komt doordat de kachel warmte afstaat. Deze warmte wordt namelijk afgegeven aan de lucht in huis. En de moleculen in die lucht gaan daardoor sneller trillen. Ze krijgen meer energie. Hun kinetische energie neemt toe en zoals we net zeiden, neemt dus dan ook de temperatuur toe. Als je de kachel uitzet, dan zal die warmte weer naar buiten ontsnappen. Er stroomt warmte weg, dus de moleculen gaan minder snel bewegen. En het gevolg is dat de temperatuur van de lucht in huis daalt. Er zijn meerdere eenheden die je kunt gebruiken voor temperatuur. Graden Celsius of Kelvin. Denk eraan dat je niet graden Kelvin zegt. Het is gewoon Kelvin. Celsius baseerde zijn schaalverdeling op het vries- en kookpunt van water. En Kelvin baseerde zijn schaal op bewegingsenergie van moleculen. En de laagste temperatuur volgens Kelvin is 0 Kelvin, dan staan de moleculen stil. Je kunt heel eenvoudig omrekenen van Kelvin naar graden Celsius. En je ziet hieronder hoe ik dat doe. Als je de temperatuur in Kelvin wil weten, dan tel je 273 op bij de temperatuur in graden Celsius. In natuurkunde spreken we vaak over temperatuurverschillen, delta T. Nou, klein voorbeeld, kraanwater heeft een temperatuur van 18 graden Celsius en het wordt aan de kook gebracht. Bereken delta T in graden Celsius en in Kelvin. Allereerst moet je je bedenken dat de eindtemperatuur natuurlijk 100 graden Celsius is, het kookpunt van water. Dan is dus delta T, T-eind, de eindtemperatuur, min de begintemperatuur. 100 min 18 is 82 graden Celsius. We gaan hetzelfde doen voor Kelvin, maar dan moeten we eerst die temperatuur omrekenen. Nou, de begintemperatuur is 18 plus 273 is 291 Kelvin en de eindtemperatuur is 100 plus 273 is 373 Kelvin. Als je dan die twee getallen van elkaar afhaalt, dan vind je dat het 82 Kelvin is. Belangrijk resultaat, delta T in graden Celsius is altijd gelijk aan delta T in Kelvin. Daar kun je handig gebruik van maken bij berekeningen. Blijkbaar kan warmte zich verplaatsen. En warmte verplaatst zich, zoals ik al zei, van een plek met een hoge temperatuur naar een plek met een lagere temperatuur. Er zijn drie vormen van warmtetransport. Geleiding, stroming, straling. Ik zal ze kort toelichten. Bijvoorbeeld geleiding. Je hebt een hete beker met soep. En dan stop je een metalen lepel in. Nou, op het moment dat je de lepel erin stopt, dan zul je merken dat als jij die lepel vastpakt, dat hij langzamerhand ook steeds warmer wordt. Dat komt namelijk omdat die moleculen van de soep tegen de lepel aanbotsen. Daardoor krijgen die moleculen in de lepel langzaamaan steeds iets meer energie. Ze gaan iets sneller bewegen. En dat verplaatst zich van het ene uiteinde van de lepel naar het andere uiteinde van de lepel. En dat noemen we geleiding. Stroming, ander voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld een pannetje met water en dat ben je aan het verwarmen. Dan zul je zien dat het water aan de onderkant van de pan warmer is dan aan de bovenkant. Nou, als water warmer wordt, zet het uit. Dan wordt de dichtheid lager en dan stijgt het op. Dat betekent dus dat het warme water naar boven gaat in deze pan. En daar kan het dan weer zijn warmte kwijt. Dan staat het warmte af in de omgeving en dan daalt het weer. Dat zie je met de blauwe pijl aangegeven in de figuur. Het water neemt dus de warmte met zich mee. Het stroomt. En dan hebben we nog straling. Dat is een bijzondere vorm van warmtetransport. Want hierbij hebben we geen tussenstof nodig. Een heel heet object zendt straling uit. En dat hoeft niet per se door een stof te gaan. Het bekendste voorbeeld is de zon. De zon zendt straling uit en die reist miljoenen kilometers van de zon naar de aarde. En tussendoor komt het geen stoffen tegen. Nou, dit kan bijvoorbeeld niet bij straling en stroming. Die hebben altijd een tussenstof nodig. Vaak zijn er meerdere vormen van warmtetransport tegelijkertijd aanwezig. Stroming, straling en geleiding. Je ziet in het plaatje hoe ze alle drie hier van toepassing zijn. In de winter is het fijn als je huis goed geïsoleerd is en dan voorkom je warmteverlies. Je verhindert dus warmtetransport. De hoeveelheid warmte die per seconde door bijvoorbeeld een muur stroomt hangt van een aantal factoren af. En misschien kun je wel bedenken welke factoren dat zijn. Allereerst is dat het temperatuurverschil aan beide kanten van de muur.
Daarnaast is het oppervlak van de muur, een grote oppervlak, daardoor kan meer warmte naar buiten stromen. De dikte van de muur, hoe dikker de muur, hoe minder warmte er weg zal lekken. En als laatste heb je het materiaal waarvan de muur gemaakt is. Nou, dit alles kunnen we samenvatten in een formule en die luidt als volgt. P is lambda keer A keer delta T gedeelte D. P is de warmtestroom in joule per seconde en dat is dus gelijk aan watt. Lambda is de warmtegelijkingscoëfficiënt, watt per meter per Kelvin. A is het oppervlak van de muur in vierkante meters, delta T het temperatuurverschil in Kelvin, maar dat mag dus ook in graden Celsius. En D is de dikte van de muur in meters. Misschien begrijp je nu wel dat een heet kopje koffie sneller in temperatuur daalt dan een koud kopje koffie. Dat komt natuurlijk doordat een heet kopje koffie een grotere delta T heeft, een grotere temperatuurverschil heeft met zijn omgeving en dus sneller zijn warmte afstaat, want de warmtestroom zal groter zijn. Nou, de warmtegeleidingscoëfficiënt, dat is een stofeigenschap. Die hoef je niet uit je hoofd te leren, die kun je vinden in je BINAS, terwijl 8 tot en met 12. En ik heb hier een overzicht gemaakt van enkele stoffen. Goed, tijd voor een voorbeeldsom. Op een winterse dag is de buitentemperatuur min 4 graden Celsius. Binnenshuis staat de kachel aan, waardoor de binnenlucht een constante temperatuur van 21 graden Celsius heeft. In de kamer vinden zich 3 glazen ramen met ieder een oppervlak van 0,82 vierkante meter. En de dikte van het glas is 8 mm. Bereken het vermogen dat de kachel levert om de ruimte te verwarmen. Nou, hiervoor kunnen we allereerst de totale oppervlak berekenen van de ramen. A, totaal, is 3 keer 0,82, want we hebben 3 ramen, is 2,5 vierkante meter. De warmtestroom door de raam kunnen we nu berekenen met de formule die je net hebt geleerd. P is lambda keer A keer delta T gedeelte D. Ga ik alles invullen in de juiste eenheid, let op, de warmtegelijkingscoëfficiënt die heb ik moeten opzoeken voor glas, die is 0,9. De temperatuur gaat van 21 naar min 4, dus dat betekent dat de totale temperatuurverschil 25 graden Celsius is. En we delen door de dikte in meters, 8,0 keer 10 tot de macht min 3, want je moet millimeters wel eerst omrekenen naar meters. En dan vind je dat dat gelijk is aan 9,6 kilojoule per seconde. In huis is er een constante temperatuur. Dat kan alleen maar als de kachel evenveel warmte aan de ruimte toevoegt, als dat de warmte via de ramen naar buiten stroomt. En dat betekent dus dat het vermogen dat de kachel levert ook gelijk is aan 6,9 kilojoule per seconde. Nou, je hebt denk ik wel geleerd dat de eenheid van vermogen watt is. En in feite is joule per seconde niets anders dan een watt. Dus kun je ook zeggen dat het vermogen van de kachel gelijk is aan 7 kilowatt. Eén significant cijfer, want de warmtegelijkingscoëfficiënt was 0,9. Dat is ook één significant cijfer. Nou, ik heb je uitgelegd hoe je moet rekenen met de formule van de warmtegelijkingscoëfficiënt. En ga hier nou zelf mee aan de slag, dan zul je zien dat het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is. Succes!